Help, mijn medewerker is ziek. Wat nu? Wat als je werknemer ziek is? Als hij niet kan komen werken en dus arbeidsongeschikt is, moet hij jou of je personeelsdienst daar onmiddellijk van benutten. Dat mag telefonisch of per e-mail. Doet hij dat niet en is er geen sprake van overmacht, bijvoorbeeld als hij in het buitenland in het ziekenhuis ligt, moet je hem voor die dagen waarop hij afwezig is ook geen gewaarborgd loon betalen. Als werkgever heb je het recht om een medisch attest te vragen. Je werknemer heeft dan 2 dagen de tijd om een doktersattest te bezorgen, tenzij die termijn anders bepaald is door de sector of in jouw arbeidsreglement. Dat attest mag per post, bij voorkeur aangetekend of ingescand via e-mail worden bezorgd. Doet je werknemer dat niet, dan hoef je voor deze dagen ook geen gewaarborgd loon uit te betalen. Een tip, je neemt die bepalingen best op in het arbeidsreglement, zodat daar geen discussie over mogelijk is. Als werkgever ben je verplicht om gedurende 1 maand en dat vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid het loon van je zieke bediende door te betalen. Is je bediende langer dan 1 maand arbeidsongeschikt, dan valt hij terug op een uitkering verstrekt door de ziekteverzekering. Voor arbeiders en bedienden die werken met korte contracten geldt een periode van 7 dagen gewaarborgd loon. Gevolgd door een periode van 7 dagen waarbij arbeiders 85,88% van hun loon ontvangen. Waarna ze van dag 15 tot 30 nog 25,88% krijgen, aangevuld door een uitkering van het RICIF. Verder is het natuurlijk belangrijk dat je het werk van de zieke of afwezige werknemer in goede banen leidt. Kijk even wat er op de planning stond en verzet eventuele geplande vergaderingen of afspraken naar later. Meer info nodig? We helpen je graag via acerta.be.